Je merkt wel dat het voor kinderen heel erg leuk is. Kinderen hebben het eigenlijk al vaker gelezen, maar voor kinderen kun je een verhaal niet vaak genoeg voorlezen. Ze doen dan ook extra goed mee, omdat ze eigenlijk al een beetje weten wat er komen gaat. En dat is eigenlijk hartstikke leuk. Het belang van voorlezen zit hem natuurlijk vooral in de ontwikkeling van de taal. Het is voor kinderen heel belangrijk dat ze regelmatig met verhalen in aanraking komen. Dat verrijkt hun woordenschat en dan begrijpen ze beter hoe de wereld in elkaar zit. En sommige ouders doen het al van zichzelf, maar niet overal gebeurt dat. En daarom is het goed dat het op deze manier gestimuleerd wordt. Voorlezen is belangrijk voor kinderen, omdat de woordenschat enorm wordt verrijkt. Voorlezen is ook heel belangrijk, omdat kinderen dan veel meer vertrouwen opdoen. Ze leren dingen herkennen uit het dagelijks leven, ze krijgen er grip op. Ze worden wat meer vertrouwd met alles. Het is natuurlijk heel belangrijk voor het contact met de ouder, dus tussen ouder en kind. Het is natuurlijk je hele leven iets waard als je een goed contact hebt met je ouders. Taal is eigenlijk essentieel. Als je je taal niet goed beheerst, dan gaat het ook later met jezelf een stuk moeilijker. En voorlezen en lezen later helpt enorm. En daarom is het belangrijk dat we dat blijven stimuleren. Sommige ouders doen dat van nature en vinden dat ook leuk om te doen. Dat is heel goed. Er zijn ook ouders die dat van huis uit niet hebben meegekregen. Die verdienen ook wat ondersteuning daarbij. We hebben ook heel veel mensen uit andere culturen, ook in deze wijk, waar dat niet gebruikelijk is om te doen. En daar is het ook extra voor nodig om daar extra aandacht aan te besteden. Als we een kwartiertje per dag kunnen voorlezen, dan is dat gewoon heel erg meegenomen. Zorg vooral dat je de verbinding met de werkelijkheid probeert te maken. Dus laat kinderen meedoen met het verhaal. Dat is belangrijk. Zolang ze klein zijn, moet je ze zoveel mogelijk betrekken bij het verhaal. Dat maakt het alleen maar leuker. Het is ook maar net wat je voorlezen noemt. Voorlezen hoeft niet altijd per se het verhaaltje voorlezen uit een boek te zijn. Het kan gewoon zijn praten over iets samen. Het is natuurlijk heel leuk als een boekje kan helpen. Dus dat je plaatjes aanwijst en dat soort zaken. Er worden ook heel vaak oplossingen gegeven in een verhaaltje. Dus meestal bestaat het uit een probleem en dan wordt het opgelost. Dus kinderen gaan ook veel beter denken in oplossingen. Kortom, het is gewoon een cadeautje. Ik kan me voorstellen dat sommige ouders denken, ja, maar ik ben er helemaal niet goed in. Ik kan niet al die stemmetjes nadoen. Nou, dat is toch niet erg. Als je je best maar blijft doen, dan komt het vanzelf wel goed. Kinderen zijn niet zo heel veel eisend.